Ja, dat is leuk, hè? Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, Jordan en ik, we zijn al even aan de slag hier. We hebben al een heleboel gedaan, hè? Hoi. Ja. Goedendag. We hebben al een heleboel buizen gezaagd. Ja, kijk maar. Hier liggen er een paar. En hier liggen er nog meer. Daar ligt er nog één. Nou, want we hebben natuurlijk gisteren dit stuk in elkaar gelast. Van onze hele grote slinger. Hè? Maar ja, het grootste stuk moet er nog aankomen. Hè? Even voor de beeldvorming. Pak de tekening. De tekening van wat we aan het maken zijn. Het ding waar wij net zo mooi op stonden te dansen. Dat is dit stukje. Hier zo. Maar dit stuk, dat moet nog helemaal gemaakt worden. En dat is het bouwpakket wat hier op de grond ligt. Dus dat gaan we nou in elkaar eerst schoonslijpen en dan in elkaar lassen. We hebben ondertussen ook al een beetje de boel gemodificeerd. Want in eerste instantie waren die buizen die hierin zitten, die schoren. Dat was dezelfde maat buis als deze constructie. Allemaal 48,3 mm. Dat is wel behoorlijk lomp. En het is maar een klein lijntje op de tekening. Maar er zijn wel gewoon buizen van 2,70 meter. Dus dat zijn best wel lange lellen. Dat zijn deze die hier liggen. Nee, dat zijn deze, denk ik. Dat zijn die? Nee, die zijn 5,5 meter. Oh, ja. Die zijn nog langer. Die zijn nog langer. Maar dit zijn die schoren. En je ziet het, we hebben er een maatje kleiner voor gepakt. Dat is sowieso zeker sterk genoeg. Dat wordt gewoon op trek belast. Dat is prima. Scheelt een boel gewicht wat we ook weer naar boven moeten brengen. En ja, kijk, hier hebben we wel een beetje zwaardere schoren in zitten. Maar hier kunnen we het wel gebruiken, want dit is toch ook weer een beetje contragewicht. Dus wat dat betreft is dat goed. Ik moet bekennen, we hadden al één zo'n buisje gezaagd. En zei ik, verdorie, je kunt er eigenlijk wel gewoon een kleinere maat voor pakken. Want dat is, anders wordt het allemaal erg lomp. Dus zodoende. En we gaan dadelijk boterhammetjes eten. Dan gaan we de dag meteen mee, hè? Ja, Tom is natuurlijk bezig geweest met de edit van de video. En wij hebben ondertussen al het een en ander gezaagd. Maar na de boterhammetjes kunnen we gelijk een staaltje vakwerk. Want die hebben namelijk snijwerk klaar liggen. We moeten hier nog een paar grote lager blokken maken. Uit plaatwerk ook. En dat materiaal, dat ligt gesneden klaar. En we hebben ook nog allemaal van die hoekjes die hier ingelast moeten worden. Om te zorgen dat de constructie nog een beetje steviger wordt. En die liggen ook klaar. Dus die gaan we straks ophalen. Dan kunnen we dat er allemaal in gaan lassen. Ja, het idee is eigenlijk om deze helft helemaal klaar te maken wat betreft laswerk. Hetzelfde voor die onderste helft, voor zover dat het kan. Want die schoren kunnen we er eigenlijk, nog niet in zetten. Want ja, die moeten toch precies ook aansluiten op dit frame. Oké, laten we verder gaan met nog wat slijpwerk en dan gaan we dadelijk die plaatjes halen. Ja. Kom aan. Nou, we hebben slijpwerk klaar. Even boterhammetje eten. Gaan we daar die spullen halen bij staaltje vakwerk. Kan ik die erin gaan lassen. Misschien eens dit in elkaar zetten. Nou goed, dat bedenken we daar ook wel. We gaan nou eerst even een staaltje vakwerk. Oh, dat heb je net al verteld, joh. Ja, dat klopt. Ik ga er gauw in. Goedemiddag. Zijn we dan. Hoi. Nou,
is het kleinste hoopje waar je nodig hebt, hè? Ja. Meestal, vorige keer was het een hele hoop waar je nodig had. Ja, ik kan niet altijd zoveel. Nee, doe maar niet. Ja, maar ik zal binnenkort alweer wat dingetjes erbij brengen. Okay. Ja, dit is mooi, dat we dat niet meer met elkaar gaan lassen, ja. Kijk. Tenminste, ja, het staat al in elkaar, maar dan kunnen we die verstevingen erin zetten. Ik heb de dikte wel gezien. Ja, dat klopt, maar we gaan in plaats van eerst de auto, gaan we de eerste vormschommel aanhangen dan. Ja, ik heb het wel bij ze gekomen, maar ik heb het niet gezien. Ik moet zeggen zoals het is, zeg maar. Maar dan komt het goed. Ja, nee, ik wil zeggen, jij kwam nog een keer schommelen, maar kom je de elke keer proberen? Je moet het goed vasthouden, jongen. Ja, dat hebben we vroeger wel eens gedaan. Met stroompjes wel, hè. Ja, of zo, ja, ik weet niet waar ik ooit gezien heb, zo'n speelpaard, zeg maar, met van die vaste stangen. Als je dat op zijn kop hangt, hè, dan moet je vasthouden, jongen, want je gaat op je bek, hoor. Ja, dat is zeker. Nee, we maken wel vast met bandjes, hoor. En ook vooral bij je voeten ook wat. Die negatieve geest, jongen, dat word je gek van. Ja, op zijn kop dan hang je gewoon snel. Zo achteruit gaat het dan. Ja, ik ben benieuwd. Ziek worden, ja. Moet je echt ziek van. We gaan het vanzelf zien, ik ben benieuwd. Ik hoop dat het valt. Letterlijk en figuurlijk word je er ziek van. Echt wel. We kunnen het in ieder geval gaan maken nou. Neem dit mee. Dan gaan wij lassen. Hey, alsjeblieft. Hey, ja, en via de porter doorgestuurd nou, hè? Ik wou net zeggen, hè, dat was wel eens leuk. Ik denk, ik ga het gewoon terugsturen. Dan kan hij het een keer via de portal doen. Ja. Dus als hij het zou willen leveren, gewoon via de portal. En dan gaat het snelste erin. Ja, dat was eigenlijk wel handig. Dat is eigenlijk redelijk automatiseerd. Ja, dat is gewoon de DXF's uploaden en dan even een aantalletje erin zetten, materiaal aanvinken, klaar. Ja. Nou, handig. Hey, mooi. We nemen het mee. Hartstikke bedankt. Wij gaan het maken. Even kijken. Ja, jij hebt zoveel eelt op je handen, joh. Ik heb ook een hart. Oh ja, dat is ook zo natuurlijk. Dat snap je ook wel, hè? Van die ogen is niet stil. Ja. En ik heel handig van, hoor. Ja, misschien heb ik je vinger tippen, maar ik weet het ook niet meer. Ik heb wat vastgehouden, wat van je band weg. Ja, dat denk ik wel. Nee, maar mensen zeggen scherp, maar dit is niet scherp. Maar alleen ja, zo'n puntje, dat kan scherp zijn natuurlijk. Die hoekjes daar. Als het snijwerk op zichzelf bekijkt, ja, dat is wel heel recht, maar scherp is er helemaal niks aan. En zo gaat het voor mij inderdaad. Nou ja, afgebraakt niet, hè? Zo komt het eruit. Er komt gewoon zo van de machine af. Oh, dat is knap, hè? Dat is echt mooi, hè? Ja, dat werkt goed. Super. Hey, dankjewel. Ja, dankjewel. Gas erop, mannen. Tot de volgende. Zo. Bouwpakket. Dat is een mooi bouwpakket. Kijk eens. Wow. Dat is mooi. Kijk, kunnen we dat zuiver slijpen. Dit zo. Kunnen we die hoekjes erin gaan zetten. Mooi daar. Oh ja, hier moeten we iets aan knutselen, want deze hebben wij smaller gemaakt. Dat is jammer, hè? Ja, dan moeten we een reepje uitchakken. Er zit niks anders op. Die hoek was eigenlijk iets... Hoewel, nee. Wacht eens even. Nee, dat kan niet. Die hoek is minder scherp. Die is voor ergens anders dan. Wacht even, hebben we bij die... Zie, die komen daarin. Dat zijn die. Ik denk dat wij gewoon één plaatje niet besteld hebben. Ik denk dat het dat is. Deze moet ergens anders. Ja, dit is 67. 67 graden zijn die. Maar waar zijn die dan voor? Dat moet ik even kijken, want dat heb ik niet op mijn tekening ingevuld. Maar ik kan gewoon wat doen. Het klopt wel, die plaatjes zitten daar niet. Hier zitten niet van die plaatjes in. Oh, waarom zoek naar iets wat er niet is? Nee, dus die zijn er helemaal niet. Die andere, die in die hoek zitten, die zitten in die schoren die hier aankomen. Daar zitten die in. Die komen hier zo. Zo komen die. En dan komen die buizen, die schoren, die komen hier aan. Kijk, en dan lopen ze in een hoek naar die lange stangen. Daar zitten ze dan aan. En dan bij die lange stangen zitten er weer wel zulke ook in, volgens mij. Dan kan ik dadelijk even checken. Zo. Daar. Oh, zo. En twee afwijkende.
Deze afwijkende die komen hier. Die zou ik precies hierin moeten passen dan. Dat komt goed. Die zijn daarvoor. We moeten daar ook even een stukje schoon slijpen zo. Die zijn haaks. Die ook niet. Dat is mooi. Ja. Yes. Nummertje 6, die komen hier. Nee. Ik denk dat dit eigenlijk het tegengestelde van deze is. Nee, toch niet. We hebben één raar schelpje. Waar zit die? Met flitskap, dat vinden mensen fijn te hebben. Ja, we moeten opletten dat we dat wel op een goede manier erop zetten. Dus ik kan niet janken. Oké, dat is haaks. Dat is goed. Het is mooi. Perfect. Ja, dat is goed. Kaarsrecht. Vliegtuigpassingen. Hartstikke goed. Zo. Ja. Hier komt straks die as in. Dit komt boven op die torens te staan. Intussen komt een as van 30. Die loopt helemaal door en door, hè, door die buis daar in het midden. Daar op die uiteinde van die buis gaan we deze flens lassen daar zo inderdaad. Kijk, je ziet dat waar de flenslager opgeschroefd zit. Die komen daarop. Die komen natuurlijk om die as van 30. Nou, groot voordeel van deze constructie is dat mocht zo'n lager falen of dat hier iets kapot gaat. Dan loopt die as nog altijd midden door die buis. Dus er kan best wel het een en ander afbreken voordat die echt naar beneden kan kukelen. We willen hier even een verbindingje maken hierbovenin. Als we dit dadelijk gaan lassen, dan gaat dit behoorlijk trekken. Natuurlijk kunnen we het fixeren op de lastafel, dan kunnen we er wel wat voorkomen. Maar het is sowieso wel goed denk ik om wat extra steun erin te zetten. Nou was alleen de twijfel of dat we hem... Ik heb hier even een strip, kijk. Oh, die past al bijna. We hebben een dikkere strip. Om er zo erop te zetten. Allebei de kanten. Of dat we een kleinere strip pakken. Die we dan daar zo inzetten. Dat kan natuurlijk ook. Die is dan iets hoger nog. Daar word je ook heel sterk van natuurlijk. Ja, dat is echt wel een lompe dikke strip toch? Ja, dan kunnen we kiezen. Ik denk dat dit wel... Ja, als je hem erin zet, dan kunnen ze niet buigen, maar wel naar de buitenkant. Dus als de warmte uitzet, ja. Ja, hij kan dan wel een beetje gaan parallelogrammeren, hoewel hij dat niet echt zal doen. Want dan, kijk, deze zitten onder een hoek, hè. Dus die zullen dan niet zo gauw... Maar als deze platen wat gaan trekken,
Het vervelende is, als deze namelijk wat scheef gaat ten opzichte van elkaar, dan wordt het straks moeilijk om die as vast te zetten. Want die as die gaat door deze plaat heen. Mm. En op de kopse kant van die as, daar wil ik een draadgat tappen. En dan wil ik hem hier met een bout vastzetten. Zo had ik dat bedacht. We kunnen ook aan één kant daar nog een flens tussen zetten. Zo. Die kunnen we op de as vastlasten zelfs, met een paar lasjes. Dan houden we daarmee aan één kant die as op zijn plek. Gewoon 17 centimeter en zetten ze hier bovenop. Kun je hier mooi zo lassen, daar. Dan is dat kei sterk. We kunnen een tank aan ophijsen aan het ding. Dat moet jij weten, hè? Gij kunt het weten. Ja, dat gaan we niet doen, oké? Okay? Mooi. Top. Dit lassen. Ja, kijk, dat is goed. Nu die straks er zo in hechten. Dat is handig. Dat is ook een stuk makkelijker met het lassen dadelijk. Want op dit moment hebben we eigenlijk een beetje een open constructie. Deze twee platen die kunnen gaan bewegen. Als we dit gaan lassen, komt natuurlijk toch best wel veel spanning in het materiaal. En als we dat hier aan deze kant verbinden, dan zorgen we in ieder geval dat die platen ten opzichte van elkaar op een goede afstand blijven. Als we dan zorgen dat het geheel niet gaat parallelogrammeren, dan is dat dadelijk nog tip-top. Kijk, dat is sterk, hè. Hier, mooie lange lassen erop, flink hoog, hè? Lasparaat, een goede doorbranding krijgen of inbranding. Dat zit natuurlijk vele malen vaster dan zo'n las die daar zit bijvoorbeeld. Dat is een goede zaak. Dus op deze lassen, daar komt het wel op aan. Dus dat is goed om dat nog wel extra degelijk vast te zetten. En die plaatjes die ik heb gemaakt, zijn eigenlijk zulke plaatjes allemaal. Tenminste, ik zeg wel ik gemaakt. Ik heb ze getekend, maar Stadje Vakwerk heeft ze gemaakt. Het handige bij zoiets. Kijk, ik heb hier een beetje zo'n vorm in gemaakt. Een beetje een ronding. Dat is sowieso beter voor, voor die krachten die er doorheen lopen. Als je gewoon helemaal recht is, dus materiaal te veel heb ik eigenlijk niet nodig. Dit is eigenlijk wel een van de goede tips die ik je mee wil geven als je zoiets wil maken. Dit is echt super handig als je hier zo'n muizenholletje in maakt. Ja, het voordeel daarvan is namelijk, ja, die kun je er zo tegenaan zetten. En je ziet daar waar die eerdere las al zit, daar zo, die valt in dat gat. Dus dan heb je daar niet dat je hier een hoekje uit moet gaan slijpen of zo, of dat je hier zo allemaal tegen elkaar aan ligt te viespeuken. Gewoon een openingetje erin, kan je dit mooi lassen en dan zit dit niet in de weg bij die las van die buis.
Altijd dat het weinig werk is, totdat je het zelf moet gaan doen. En dan zie je pas hoeveel werk dat is, hè? Zo vreemd je even lassen. Ja, ook hier rondomheen schuren. Hè? Ja. Twee kanten en het is nu pas klaar. Want dit is nog een simpel ding. Ja. Dat frame waar die auto aankomt, daar zitten nog veel meer hoekjes en kantjes aan. Maar er zitten deze dingen nergens in. Dat dan scheelt wel weer wel. Ja, dit lasten we heel snel in natuurlijk. Die is ook wel makkelijk. En makkelijk schoon slijpen. Makkelijker dan die pijpen rondom. Ja. Je ziet het wel, hè. Dus dat tegen de tijd dat je eigenlijk zo'n beetje klaar bent met laswerk, dan is het lasapparaat pas echt lekker afgesteld. Eigenlijk moet je hem eerst gewoon goed afstellen, maar ja, maakt niet uit, het zit wel vast. Ja, zo, gewoon. Ja, kijk, dan gaan we verder. Het is maar goed dat we de rest van het ding niet binnen gelast hebben. Ja. We moeten even kijken. Dat is goed. Kom maar. Je muur is je valbeveiliging, toch? Ja, zoiets wel, ja. Ik wil dat het dan nog niet heet is en zo. Oh ja, kijk. Ja, nou moet die flens nog niet meer langs af. Dat moet wel een stukje terug. Ja. Ja, dat haal je al. Halen we al niet. Dit stuk past dan al niet eens door. Nee. En de tank even buiten rijden is ook zomaar niet gedaan, want dan moet hem echt weer perslucht laten draaien en zo. En dan heeft het helemaal geen nut, want dan tegen de tijd dat we daarmee klaar zijn is het al 5 uur. Dus dan is de dag al om, eigenlijk. Ja. Het scheelt dat ding ook geschilderd moet worden. Ja, dat is waar. Wacht even hoor. Ja, ja, ja. Zo. Ah, je bent al buiten. Wacht hè. Ja, even die punt op die kant zetten anders. Oh ja, dat kan wel, ja. Wat een groot rond ding, man. Hij staat er ook helemaal middenin. Ja, inderdaad. Oeh, maar hij is wel buiten. Ja. Nou zeg. We hebben die kip. Dat viel niet mee. Ja, maar mag gewoon zo blijven liggen. Oh. Dan moeten die... Dan moeten we eigenlijk hier... Ah ja, dit moeten we zo slijpen. Kunnen we dat aan elkaar lassen, dit stuk? Dan las ik dit vast aan één. En dan kunnen we dadelijk dit hele stuk hier in één keer tegenaan zetten. Zo. Ja, ik pak het lasapparaat. Laat het doen. Zo. Nou, kijk, dan zetten we deze gewoon waterpas. Dan zetten we dadelijk daar het andere stuk, hangen we ook op hoogte. Zetten we ook waterpas. En dan moet dat goed zijn. Ja, ja, dat is allemaal niet zo heel stevig gelast. Maar gehecht. Ja, dan moet je hier en dan moet je hem dadelijk gewoon met een hechte klopschep hieronder. En deze moet even een beetje uit elkaar buigen nog. Ja. Wil je nog iets beter? Ja, doe maar omhoog. Ja, nog voorover. Omhoog. Ja, je zit nou... Maar we kunnen hem nog wel schuiven zonder dat hij eraf kukelt natuurlijk. Ja, kun je hem zo even houden? Ja, niet al te lang. Dat helpt dan. Zo, dan moet ik hem naartoe. Wacht, zo. Zo, ja. Oh, dan moet hem wel even... Oh. Ja. Zo ja. Dat blijft allemaal plakken. Maar ik laat hem nog niet los. Dan schiet hij dadelijk los. Hey, jongen, jongen, jongen. Ja. Heb ik een paar tanden minder, kan ik je zeggen. Doe me niet. Kom op. Jongen. Zo.
Zo. Nou. Nagenoeg waterpas. Deze moet een tikje zakken. Een beetje zakken. Ja, dit is hem. Zo moet hij. Ja, dan kan ik op dezelfde manier wel eronder rijden nog. Zo, ja, ja. Goeie. Kom aan. Ja. Omhoog. Ja, hij moet een tikje omhoog. Nog een beetje. Nog. Ja, nog, nog. Nog. Oh maar. Dat is goed. Nee, die is niet recht. Hoe gaan we dat doen dan? Ja, ik weet dat wel. Achterover. Achterover doen. Ja, nog een beetje. Nou, even wachten. Even aan deze kant kijken. Oh, die is nog steeds wel goed. Ik denk dat we niet heel veel mee kunnen doen, want kijk, hij gaat, dan moet ik hem eigenlijk even een beetje... Ja, hoe recht moet het zijn, joh? Dit is echt wel prima. Wind, hè? Confetti 2.0. Had ik hem uitgerekend tot hier? Ja. We daar? Ja, het is toch stiekem ergens anders. We moeten nog meer gaan slijpen, zie ik wel. Meer, daar een beetje meer plat slaan, bij dat hoekje. Zo. Dat zit vast. Ja, deze moet ook even zuiver slijpen aan de uiteindes. Ja. Deze was al, hè? Kom maar uit. Oh, netjes. Moet zijn, hè? Ja. Oké. Die blijft allemaal hangen. Het zit ook vast. Ja, niks meer aan doen. Stevig hoor. Ja. Dus hè? Hier. Ja, hier zit nou nog heel veel veerkracht in. Ja. Dus dat dit, kijk, dan komt omdat dit ook naar binnen en naar buiten kan. Als dat hier tussen niet meer zit, dan is dit ook een star geheel straks. Ja, nee, maar dan moet je wel die flensen scheef, denk ik. Ja. Het reetje zal het zomaar niet doen, denk ik. Nee, dan kan ik hier ook gelijk even wat lasjes opleggen hieronder. Ja. Ik kan er dadelijk ook al gelijk tussen. Ik wil even meten. Even weten. Oké, okay. Pak even een meetlat. Oh. Ongeveer 3 meter. Ja, 3 meter en 2 mm. Nou, laten we dan die kant kijken. Dan kruip ik er even onder en het las het stoor gelijk mee. Moet hij zo zitten. Zo. Zo is hem. Ja, bewegen. Ja, je hebt hem. Ja. Ik heb er niet precies op het midden van. Dat blijft allemaal plakken. Dan kan het hier al niet meer uit elkaar buigen. Dan moet je gelijk een stuk stijver van houden. Mooi. Dan deze er nog in. Ook zo schuin toch? Oh, deze is niet schoongeslepen zie ik. Dit moet even schoon slijpen. Ook? Ah, wie zit mij nou te bellen? Dat is zo irritant hè. Doe het op dezelfde plek houden dadelijk. Thank you.
is dit stuk, hè? Dit veert nog. Maar ja, dat maakt niet uit. Dat mag hij wel hebben. Is mooi, hè? Passen daar ook goed in, zie je dat? Nou, dan morgen dit frame helemaal af, dit ding. Komt goed uit. Maar morgen komen ook de balken namelijk terug. Tenminste, komen ze terug. Ik ga die ophalen. En dan kunnen we het heel snel allemaal in elkaar gaan bouwen. Dat wordt volgende week schommelen. 11,5 meter hoogte. Ik moet nog even iets goed bedenken om mijn voeten vast te maken hieraan. En mijn pols ook trouwens. Dat wilde ik toch wel doen. Hier met een paar hoeklijntjes nog een steuntje op maken. Dat we hier echt een soort van plankje op kunnen vastzetten. Ja, en dan met wat bandjes over de voeten en rondom zo. Dat is natuurlijk als je beneden bent. Kijk, bij een gewone schommel met touwen is natuurlijk zo. Je kunt eigenlijk niet veel hoger dan horizontaal met de touw. Veel hoger gaat niet, want dan val je eigenlijk naar beneden. Dan wordt de touw slap. Maar ja, dat dit een starre constructie is, kan je dus wel verder en kan je ook helemaal rond. Maar je hebt natuurlijk, ja, zo gauw je voorbij horizontaal komt, dan neemt die centrifugaalkracht natuurlijk ernstig af. Vooral als je boven over het dode punt heen gaat, dan kan die constructie bijna stilstaan. Dus dat wil zeggen, dan hang je gewoon op zijn kop eraan en dan moet je wel op zijn plek blijven zitten en niet naar beneden tuimelen. Dus daarom is het wel goed om met je voeten goed vast te zitten. Want anders hou je daar natuurlijk niet. Je kunt jezelf echt niet zo op je kop vasthouden. Dat gaat niet. Ik had er wel bedacht om hier een buisje zo over te laten steken. Eventueel waar je met je voeten zo onder kan haken nog. Maar ik denk dat het gewoon ook wel goed is om echt gewoon vast te zitten met een paar lussen of zo. En eigenlijk moet je ook echt met je voeten op dat plankje blijven staan. Want als je loskomt en je draait weer door, dan weet je niet precies waar je met je voeten weer landt natuurlijk als je vrij kan komen. Dus het is wel voornaam dat je echt wel op dat plankje blijft zitten ook. Ja. Dit ziet er in ieder geval goed uit. Ja. Als dit is afgelast, dan... dit is best wel overmeten allemaal. Ik heb er niks aan uitgerekend. Ik heb het gewoon zo gemaakt wat ik mooi vond. En wat ik wel dacht dat voldoende zou zijn. Ja, dat komt goed. Maar het is ondertussen tijd, we moeten gaan afsluiten. Ja, Jordan. Ja. Wat denk je ervan? Komt het goed? Sowieso. Daar hoef je niet over te twijfelen. Ja, mooi. Oh, nou, dat is lief dat je daar zo over denkt. Ja, nou, ja, ik denk er ook wel zo over. Het ziet er goed uit. Ik denk eerder dat deze constructie veel te sterk is dan te licht. Ik denk dat je hier echt wel met een paar honderd kilo aan kan hangen zonder dat er iets kan gebeuren. Ik denk dat je hier een tank mee vooruit kunt rekken als het moet. Ja, het ligt aan een olifantenslinger. Waar je hem aanhaakt. Ja, het is natuurlijk wel dat we de contragewicht hebben. Dat we dat hele circus erbij aan moeten bouwen. Hè? Ja. Als je geen contragewicht had daar, dan had je dit en zo allemaal niet nodig. Al die scoren. Dan had je eigenlijk al deze buizen. Dat had eigenlijk volstaan. Dat vierkant. Dan had je ook nog een beetje zo meer veerkracht erin zitten. Hè? Dan kon je nog harder. Nou, dan heb je geen veerkracht in zitten. Want als je hem dan naar beneden trapt eigenlijk als het ware, dan dat ding dat draait gewoon. Er komt hier dan geen buiging op die buis, want hij draait daar eigenlijk vrij rond. En hij heeft natuurlijk geen tegengewicht, geen contramassa. En dat heb je nu wel. Dus nou, als hij horizontaal zit, dan is het een beetje een soort van weegschaal. Hè? Allebei die stukken willen naar beneden, want daar hangt dan een persoon aan en daar hangt dan een beetje contragewicht aan. Nou wordt er niet zoveel. Ik had bedacht dat we daar maar eens gewoon 25 kilo of zo aan gingen hangen. Het is natuurlijk wel een stuk korter armpje dan dit. Die is 3,5 meter tot het draaipunt. En deze is 5,5 meter. Dus dat is wel aanzienlijk korter natuurlijk. Nou is het zwaartepunt van de mens zit natuurlijk ook wel iets hoger. Dus dan, we zouden zitten, ik denk ongeveer hier. En dit is dan, dat is een meter. Dus zit je eigenlijk op 4,5 meter. Maar ja, ik weeg dan al 80 kilo.
Dus dat is dan op 25 kilo op die 3,5 meter, dat is natuurlijk wel ja, nog niet, in ieder geval zeker niet in balans. Maar goed, normaal gesproken zou het ook moeten kunnen zonder tegengewicht. Maar dan zijn die schommels wel een stukje korter. Deze is wel echt lang. Dus ik ben benieuwd. Als het nou blijkt dat het heel erg meevalt, kunnen we natuurlijk altijd nog die contourgewicht eraf halen. En als het dan nog lukt, zou je zelfs nog kunnen zeggen van nou slijp heel die constructie eraf. En dan houden we het simpel. Dus kijken of het dan ook gaat. Ja, precies. Maar eerst maar eens zo proberen. Eerst maar eens even voor de makkelijke weg gaan. Dat is wel fijn. Oké. Okay. Hey Jordan, ja. Hartstikke bedankt voor je hulp. Ja, graag gedaan. Was weer gezellig. Sowieso. Super. Hey, en jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe.